Hallo, bij deze verlaten, je weet wel, Halloween aflevering van onze Burn This Show. Het is seizoen 2, jippie. Seizoen 1 had een paar kleine deukjes in zijn loop der duur. Dus wij hebben seizoen 2 met 18 verschillende afleveringen voor jullie klaar. En het eerste experiment, oftewel de derde, is fonteindecoraties. Nou, dan zijn we hier weer bij ons prachtige vuurplaats, wat eindelijk een beetje goede vorm begint aan te nemen. En nou, hier hebben we dus 18 verschillende dingen, zoals dit waar we dus mee gaan starten, de fonteindecoratie, een houten lepel of speelkaarten, all that goodness. Nou, ik kan natuurlijk niks zonder mijn twee assistenten. Komt u maar. Hier hebben wij ons experiment. Jongens, welk blik? Die? Die is wel goed. Ja, zou je denken? Zo denk ik. En dan kom ik ook. Ze zijn iets te groot. Sommigen kennen mijn robotarm nog wel van het vorige seizoen, wat ik geen seizoen durf te noemen. En laten we eens kijken wat er gebeurt. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, een beetje. Maar als het in de fik vliegt, zie je het sowieso. Dus we zullen jullie dadelijk nog wel een... Als we het dadelijk eruit halen, dan zien we gegarandeerd wat er gebeurd is. Ah, mensen. Dit vuur is prachtig. Toch? Ja. Ja. Oh, wacht. Ik ben helemaal vergeten te vertellen van ons brandhoutjesblussysteem. En onze nieuwe assistent. En natuurlijk onze victims tray. Daar. Prachtig, nieuw. Oh, snoepje. Voor deze aflevering. En voor hopelijk nog meer. Maar helaas doet het niet zoveel. Laten we afwachten tot er wat gaat gebeuren. Want er moet iets gebeuren. Volgens mij is er al flink. Het rolt. Ja! Oh, wacht. En brand uit het blussysteem. Wow. Dat ging goed. Wat een goede manier om het seizoen af te stoten. juist. Laten we eens even kijken of we het in één keer op onze mooie victims tray. Maar ik had gehoopt dat het wel zou gaan. Maar ik kan eigenlijk niet zoveel zien. De volgende keer neem ik een zaklamp om even erin te schijnen. Ja mensen, ik kan wel één ding vertellen. Het enige wat over is van onze decoratie dingen zijn de stokjes. En die zien er ook niet meer zo heel erg goed uit. Wat zielig. Nou, ik zeg dat het geen goed idee is om dit te verbranden. Want ja, je maakt iets wat cool is. Nou, iets niet cool. En dat is niet leuk. Nou, dit, maar dat voor later. Dit was de aflevering van deze week. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En die wordt net zo te gek als deze.